Bienvenue chez Cruzy et chouette que vous regardez notre special de Noël. Nous avons invité 12 armateurs et aujourd'hui c'est Glenn Vreelst de Holland America Line qui vient nous raconter sur cet armateur. Bonjour Glenn. Dag Erik. We hebben dus inderdaad Glenn Vreelst van Holland America Line hier. Glenn, voor velen uiteraard is Holland America Line zeker geen onbekende naam, maar geef toch maar eens een kleine introductie van het bedrijf. Ja, wij zijn met Holland America Line zijn we een premium cruise line. Dat wil zeggen dat we voor het iets betere segment zitten eigenlijk. Wij zijn in eerste instantie gericht op mensen die houden van lekker eten. Dus gastronomie komt bij ons zeker op de eerste plaats. Dus we hebben heel veel gelegenheden aan boord van onze schepen, allemaal inclusief. Heel lekker eten, we hebben à la carte restaurants, we hebben buffetrestaurants met bediening erbij. Anderzijds zijn wij ook gericht op mensen die houden van live muziek. We hebben de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd in live optredens aan boord van onze schepen. Dus er zijn heel veel soorten muziek aanwezig aan boord. Dat gaat van klassieke muziek tot zelfs rockmuziek aan boord van onze schepen. Dus we zijn eigenlijk echt wel een rederij die enerzijds mikt op degenen die houden van gastronomie, maar die na het eten toch nog graag ofwel een dansje willen placeren ofwel nog rustig naar een muziekje live willen luisteren. Daarnaast, uiteraard, Holland America Line staat al jaren bekend voor de fantastische bestemmingen die we aandoen. Dus met al onze schepen bieden we routes aan wereldwijd. Dat gaat van zevendaagse cruises tot zelfs een wereldcruise van 5 tot 6 maanden. Dus we zijn een beetje een rederij, geschikt voor iedereen en voor ieder wel wat wils. Maar onze focus ligt voornamelijk op de gastronomie en op de live entertainment aan boord van onze schepen. Oké. Een rederij met zeker geen kleine vloot, want jullie hebben wel behoorlijk wat schepen. We hebben inderdaad wel wat schepen, ja. Onze schepen zijn middelgroot, wat wil zeggen, we hebben schepen van gaande van 1400 passagiers tot 2600 passagiers. Dus we zijn een beetje, de middelmaat, denk ik wel. Want tegenwoordig worden schepen gebouwd tot 6000 personen en meer. Uiteraard zijn er ook nog kleinere schepen, maar wij zitten er een beetje tussenin. Onze focus ligt ook op de rust aan boord van onze schepen. Dus er is heel veel ruimte per passagier aanwezig. En wij hebben uiteraard ook alle voorzieningen aan boord, maar niet overdreven. Bij ons vind je geen speciale attracties zoals botsauto's of kermistoestanden. Dat vind je bij ons allemaal niet. Voor ons is de rust van onze gasten zeker belangrijk. En uiteraard dat de gasten van alles mooi kunnen kunnen profiteren aan boord van onze dus schepen. Hè. Dus, een hoge belevingsgraad. Een heel hoge belevingsgraad, ja. Daar staan we zeker voor. Ook bij Holland America Line gaat er een nieuw schip in de vaart komen, begrepen. Ja. Dus we zijn al jaren bezig met een beetje een vernieuwing van onze vloot. We hebben een viertal jaar geleden is dat begonnen met de Koningsdam, heel bekend bij onze Belgische gasten. Die maakten die cruises vanuit Amsterdam. 2 jaar geleden is de Nieuw-Statendam erbij gekomen, een soort gelijkschip, 2600 passagiers. Dus dat zijn onze grootste schepen, ook onze nieuwste schepen. En daar komt nu de Rotterdam bij. Dus de nieuwe Rotterdam die gaat erbij komen volgend jaar in augustus. Dus augustus 21 komt die erbij. En die gaat ook weer de cruises maken vanuit Amsterdam eigenlijk. Zoals je hoort aan de naam van de schepen, we hebben een hele sterke link met Nederland. Ja. Dat heeft allemaal wel zijn voordeel, ook voor onze Belgische gasten. We hebben de Nederlandse taal aan boord van onze schepen. Er zijn heel veel Nederlandse officiers en personeels, bemanningsleden. Maar we hebben ook een Belgische kapitein aan boord van de Nieuw-Statendam. Er is zelfs een Belgische kapitein. Dus de Nederlandse taal is zeker goed vertegenwoordigd aan boord van onze schepen. Ja. Weet je zo direct uit de losse hand welke route dat het nieuwe schip, de MS Rotterdam, gaat doen? De Rotterdam die zal na zijn oplevering in Fincantieri, op de werf daar. Ja. Begin augustus komt hij voor de eerste keer in de vaart. Dan gaat hij vanuit Venetië varen helemaal tot in Rome. En aansluitend gaat hij vanuit Rome helemaal tot in Amsterdam. Wat dan eigenlijk zijn thuisbasis wordt voor de rest van de zomer. Dus tot eind september zal hij cruises maken van 7 tot 14 dagen vanuit Amsterdam eigenlijk. Dus, En dat brengt ons dan met het programma voor 2021. Kan of mag je daar al iets over onthullen? Ik kan er zeker al iets van zeggen. Ik denk dat zeker de cruises die vertrekken vanuit Amsterdam, dat die al echt wel bevestigd zijn. Cruises die gaan eigenlijk 7 dagen naar de Noorse fjorden. We hebben er heel veel, ik denk dat we een tiental hebben geselecteerd voor volgende zomer. Vanaf mei tot eind september. 7 dagen Noorse fjorden, maar ook 14 dagen Noorse fjorden met dan de Noordkaap erbij. Dat wil zeggen helemaal tot in het noorden. Echt een natuurbestemming voor mensen die nog nooit een cruise hebben gemaakt. Vaak de eerste cruise, omdat de bestemming heel erg aanspreekt. En het is ook heel makkelijk. Je hoeft niet te vliegen. Geen stress om te vliegen. Heel makkelijk tot in Amsterdam. Met de wagen of met de trein. Ja. En dan vertrek je van daaruit richting het noorden.
Naast die echt wel natuurcruises, hebben we ook wel meer cultuurcruises, zoals de Baltische Zee. Dus we hebben ook cruises van 12 dagen en 14 dagen naar de Baltic, zoals we dat noemen. Daar is het hoogtepunt dan weer Sint-Petersburg. En 2 of 3 dagen dat we daar zitten eigenlijk. Maar heel mooie cruises, helemaal naar de Oostzee vanuit Amsterdam. En voor de mensen die al veel gecruised hebben, hebben we natuurlijk ook een beetje van die speciale routes ertussen zitten. Onder andere Britse eilanden zit er ook nog bij. Hele mooie cruises rond de UK met Schotland en Ierland erbij. En voor de liefhebbers van IJsland zit er ook een heel mooie cruise bij. Vanuit Amsterdam helemaal tot het noorden, tot in IJsland. Met daar een aantal stops. Dus ik denk wel dat we een heel mooi aanbod volgende zomer hebben vanuit Amsterdam. Dus voor mensen die niet graag vliegen, maar zeker graag cruisen, is dat toch wel een heel mooie regio om te ontdekken met een cruiseschip. Zeker weten. Je hebt me daar straks ook iets verteld over een promotie die momenteel loopt bij jullie. Dus we hebben momenteel een aantal zaken lopen. Dat gebeurt, eigenlijk doorheen het jaar een aantal keer. Dus nu hebben we momenteel de promotie lopen voor mensen die eigenlijk graag vroeg boeken. De Have It All promotie. Dat wil zeggen dat er eigenlijk veel extra's bij in zitten. Dus standaard een cruise bij ons is altijd in vol pensioen. Maar nu doen we er een aantal dingen bij, zoals een gratis drankenpakket. Er zit ook nog de fooien voor het boordpersoneel zitten erbij. Er zit nog een dining package bij in voor onze specialiteitenrestaurants. Dus er zijn een aantal extra's. En voor de mensen die een suite nemen, zit er ook weer de gratis wifi bij. Dus er zijn eigenlijk voor mensen die eigenlijk vroeg boeken, die belonen wij graag. En dat is eigenlijk nu de promotie die nog loopt tot eind oktober eigenlijk. Dus, voor de snelle beslissers valt er nog wat te rapen. Zeker. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Ja. Glenn, en wat met de flexibele reserveringsvoorwaarden? Ja, net zoals denk ik alle sectoren in het toerisme zijn wij momenteel een beetje flexibeler als het gaat om boekingsvoorwaarden. Dus wij hanteren momenteel flexibele voorwaarden. Ook als mensen om een bepaalde reden niet kunnen gaan cruisen, zullen ze eigenlijk hun geld niet kwijtspelen. Maar zullen ze eigenlijk een soort tegoed krijgen voor een volgende cruise. Dus dat zijn van die promoties die we momenteel hebben lopen, om de mensen toch gerust te stellen dat het veilig is om te boeken op dit moment. Oké. Heb jij binnen het aanbod voor volgend jaar zo jouw persoonlijke favorite zitten? Ja, zeker. ik had dit jaar een cruise geboekt naar IJsland. Die is jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Dus die staat zeker volgend jaar op het programma. Maar ook met Holland America hebben we dit jaar enkele nieuwigheden in het Middellandse zeegebied. En zoals je weet zitten we in Noord-Europa, maar ook een beetje in het Middellandse zeegebied. En we hebben voor de eerste keer sinds langs ook een aantal 7-daagse cruises in het Middellandse zeegebied. Dat gebeurt niet zo vaak bij ons, omdat wij normaal gezien meestal 12 tot 13-daagse cruises aanbieden in het Middellandse zeegebied. Dat is meer specifiek voor onze Amerikaanse gasten. Maar nu hebben we dus ook 7-daagse gasten, meer voor onze Belgische of Nederlandse gasten eigenlijk. Voor mensen die graag een weekje willen doen, hebben we ook hele mooie cruises in het Middellandse zeegebied in de aanbieding. Dus dat staat zeker op het programma volgend jaar. Dus, Ik denk dat alles duidelijk is overgekomen. Bedankt alleszins dat je erbij kon zijn. Ja, is graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Merci à Glenn Verhelst et nous souhaitons la bienvenue à Olivia van der Ginst de Star Clippers et la deuxième lettre, c'est la lettre N. Bonjour Olivia, est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour Eric, je vous entends très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en dis plus sur Star Clippers avec grand plaisir. Eh bien donc Olivia, raconte-nous quelque chose sur le concept de Star Clippers. Oui, Star Clippers, c'est un produit niche dans le monde de la croisière. C'est aussi l'occasion de découvrir le charme de la navigation à la voile et de jeter l'ancre dans des charmants petits ports pour découvrir une région en passant d'une île à l'autre. Oui, tout à fait. Donc, la flotte se compose de 3 voiliers, 2-4 mâts qui ont été construits en Belgique et qui disposent d'une capacité de 166 passagers. Et nous avons également un 5 mâts, le Royal Clipper, qui fait partie des plus grands voiliers au monde, avec une capacité de 227 passagers. Oui, ok. Donc, quelles sont les particularités de vos croisières? Je dirais que, outre le fait que ce sont des voiliers de petite capacité, ils offrent aussi tout le confort d'un bateau de croisière traditionnel, mais avec une ambiance décontractée. Une cuisine raffinée, attention à la cuisine effectivement et à la carte des vins. Et également pas de contraintes au niveau des horaires, du programme journalier ou du placement à table par exemple. Tous les voiliers sont également équipés de stabilisateurs. Ah oui, d'accord. Donc vraiment une ambiance informelle à bord.
Tout à fait, c'est important pour nous et un équipage aussi aguerri et sympathique qui va pouvoir donner un petit peu le ton au cours Oui, de la embarquons croisière. à bord des Star Clippers. Les grands voiliers légendaires. Il y a 150 ans, ils étaient les princes des sept mers, transportant avec eux des rêves de liberté, d'indépendance et d'évasion. Aujourd'hui, avec Star Clippers, ces rêves deviennent réalité. Star Clipper, Star Flyer et Royal Clipper allient le confort moderne, le charme et l'élégance d'une époque révolue et vous offrent romantisme, aventure et une touche d'exotisme. Profitez d'une ambiance sophistiquée et intimiste avec vos compagnons de voyage. Comme si vous vous trouviez sur un yacht privé. La brise marine. Le vent dans les voiles. Le soleil qui descend sous l'horizon. Tout d'un coup, on oublie tout. Des îles paradisiaques. Des villes et des villages pittoresques, des baies secrètes et des sites historiques propices à l'inspiration. Tout cela et bien plus, de quoi vous mettre du baume au cœur. Alors, donc, quelques images ici du Tropical Bar, qui est un petit peu le point de ralliement des passagers après une journée de découverte en escale. Pour les repas, par contre, ils ont lieu dans le restaurant et ils sont proposés sous forme de buffet pour le petit déjeuner et le lunch. Et par contre, un menu à la carte est proposé en soirée. Les cabines disposent de tout le confort moderne et sont équipées de climatisation. Et les suites de luxe à bord du Royal Clipper disposent d'une baignoire jacuzzi et d'un balcon. Une croisière Star Clipper, c'est aussi l'occasion de profiter d'un large choix de sports nautiques à chaque escale. La plongée libre, le kayak de mer, du paddle, du surf ou du dériveur. Toutes ces activités sont proposées gratuitement au départ de la plage la plus proche ou de la plateforme nautique. Et le Royal Clipper dispose aussi d'un sauna, un hammam et une salle de fitness. Je dirais que les croisières s'adressent à tous ceux qui recherchent une formule de voyage originale pour découvrir une région. La clientèle est internationale. Nous avons plus de 10 nationalités parmi nos passagers sur chaque départ. Et les langues véhiculaires sont l'anglais, le français et l'allemand. OK. Et on peut vraiment dire que Star Clippers est kids-friendly, hein, comme on dit en anglais. Il y a vraiment des réductions exceptionnelles. Oui, c'est une très belle croisière, un très beau voyage à faire en famille. Des groupes avec les grands-parents, parents et enfants, ils trouvent chacun leur plaisir à bord. Et les enfants, en effet, bénéficient de 50% de réduction jusqu'à 17 ans inclus. C'est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les différents itinéraires dans le monde? Alors, Star Clipper, c'est un monde d'aventure, comme on le voit sur cette carte, des Caraïbes à la Méditerranée et à l'Asie du Sud-Est. Alors, pour entamer l'été 2021, je vous présente les croisières en Indonésie, avec deux itinéraires qui vous feront découvrir les îles de Bali, Java et Lombok. Ensuite, on part sur la Méditerranée, où nos deux autres voiliers vont opérer des croisières en Méditerranée orientale, notamment au départ d'Athènes, à la découverte des Cyclades et des Sporades, mais également des croisières plus longues avec des belles escales culturelles en Grèce, en Croatie et au Monténégro. Il y a également des croisières de différentes durées au départ de Venise. Et enfin, la Corse, la Sardaigne et la Riviera française au départ de Cannes. Embarquez avec Star Clippers pour une croisière palpitante dans l'hémisphère sud à la découverte de quelques îles indonésiennes. L'Indonésie doit son nom d'émeraude de l'équateur à sa situation géographique et à ses forêts luxuriantes.
Ce pays d'Asie du Sud-Est, qui compte plus de 17 000 îles, est le plus grand archipel au monde, ainsi que le plus varié. Les passionnés de beaux voiliers apprécieront le confort luxueux des navires Star Clippers tout en découvrant des destinations hors du commun, dans un pays riche de paysages contrastés et d'une culture diversifiée. Naviguez avec Star Clippers entre les îles de ce captivant pays, qui recèle de magnifiques plages de sable fin. Des volcans tantôt actifs, tantôt éteints. Des forêts denses à la végétation luxuriante et à la faune colorée. Et de somptueux récifs coralliens abritant un grand nombre d'espèces marines. Les îles étant éloignées les unes des autres, il est rare de croiser d'autres navires et les passagers peuvent ainsi profiter d'un cadre idyllique loin de la foule. Durant l'hiver 2021-2022, on ira chercher le soleil notamment en Thaïlande et au Cambodge avec ce bel itinéraire qui fait escale sur les plus belles plages de la Thaïlande, mais qui propose également deux escales au Cambodge avec une extension optionnelle de 2 jours vers le temple d'Angkor Wat. Naviguer avec Star Clippers dans les Caraïbes et explorer l'une des plus belles régions du monde. Un monde paradisiaque où le vert et le bleu sont plus éclatants qu'ailleurs. Des eaux turquoises scintillantes bordent des plages de sable blanc où de superbes palmiers ondulent sous la brise. Les grands voiliers de la compagnie Star Clippers vous transportent dans un univers aussi varié que coloré. Dans une région réputée pour ses vents propices à la navigation, vous pouvez ressentir toute l'exaltation d'une croisière entièrement sous voile et vivre également une expérience inoubliable en découvrant des îles plus exotiques les unes que les autres, tout en profitant bien entendu du confort luxueux des voiliers Star Clippers. Sinon, les deux autres voiliers seront positionnés dans les Caraïbes et navigueront au départ de la Barbade sur les Grenadines et les îles au vent, mais également au départ de Saint-Martin, facilement accessible au départ de Paris ou d'Amsterdam en avion et qui permet aussi sur les itinéraires d'île au trésor et d'île sous le vent de bénéficier des meilleures conditions pour naviguer à la voile. Enfin, pour les amoureux de la mer, Star Clippers opère aussi des grandes traversées et c'est le cas avec le canal de Panama, mais également la traversée de l'Atlantique. Et c'est pas mal. Je crois que tu as vraiment inspiré tout le monde pour partir à bord d'un navire de Star Clippers. Quelques infos pratiques pour terminer, Olivia? Oui, encore vous dire qu'il est toujours préférable de réserver bien à l'avance afin de profiter des meilleures conditions. Star Clippers propose des réductions pour réservations anticipées, dans le cas où vous pouvez réserver avant une certaine date. Et donc, c'est une réduction qui varie de 10% à 20%. Toutes les autres informations pratiques et les détails des itinéraires se trouvent sur notre site web. OK. Un grand plaisir de toute façon d'avoir toi parmi nous. Et j'espère vraiment à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci Eric et à bientôt à bord. Un grand merci à Olivia. La deuxième lettre, c'est encore une fois la lettre N. Un grand merci de votre attention et à demain pour une nouvelle édition de notre spécial de Noël.